kijk zo een beetje een videoblogje bijhouden van wat ik allemaal ga doen dit jaar. En het belangrijkste is, hè, vooral die verjaardagsfeestjes en zo, dat gaan we niet doen. Dus neem maar een beetje grote evenementen, ja. Geen oneven evenementen, want dat is zo'n balans zelf uitgevonden. Ja, en ik heb daar van alles gedaan. Ik heb daar gejongleerd en geacrobatiseerd en gegoogeleerd. Dat wordt zo niet gezegd, maar dat is niks. Ik heb daar kindjes laten lachen en ook laten huwen. Ik heb geen kindjes laten huwen. Ik laat geen kindjes huwen. Wel, en dat was voor een paaseizoektocht. Ja, dat is een lang woord, hè. Paaseizoektocht. Of paaseierenzoektocht. Het waren er meer dan één. Het waren er allemaal van die grote en kleintjes. En dikke en dunne. En lange en korte. En dat was daar heel leuk en ik heb dat al voor de derde keer nu gedaan. De derde keer. Dat was, ik heb daar kindjes gezien van in school van mijn vrouwtje, dus een onderwijs. En die heeft kindjes in haar klas. En dat zou ze niet veel les moeten geven. Ja. Dus dat is weer gedaan. Dus dat was weer een optreden. Beetje groter dan klein. Dus dat was mijn eerste groter dan klein optreden. Ja, helemaal alleen gedaan. Met alles erop en eraan. Ernaast en toch voor en erachter. Zo. Dus, als je mij nodig hebt, dan weet je mij te vinden, hè. Mijn website, hè. Petje de Clown. Met streepjes tussen. Of waren het putjes? Streepjes. Petje, streep, de, streep, clown.be. Ja. Ik heb die zelf gemaakt. Ja, moet maar eens gaan kijken. Goed. Voor de rest is het morgen Pasen. En dan gaan we paaseitjes eten. Ja. En een gatootje, want ik heb een gatootje gemaakt. Lekker. Zo, en rond. Dat is vierkantig. Goed. Dus, volgende breng ik ook nog via de camera tot jullie thuis voor de poptuiter en de laptop en de tv of de laptop. Dat plat spul waar dan een televisie aan vasthangt. Goed. Dag. Tot ziens. Groetjes thuis. En met een ander.